We kennen kansenrekening allemaal van het analyseren van kansspelletjes. Denk aan kaartspelletjes, het gooien met een dobbelsteen en ook het casino. Maar kansrekening is veel meer dan dat. Kansrekening kan je gebruiken in situaties waarin er variatie is en waarin het toeval een belangrijke rol speelt. Denk hierin aan het gebruik van mobiele telefoons onder grote groepen mensen, weersvoorspelling, hoe files ontstaan bij een stoplicht of hoe rijen zich ophopen bij een kassa. Kansrekening kan je dan gebruiken om inzicht te krijgen in hoe het proces precies werkt en hoe je het eventueel beter zou kunnen laten werken. Kansrekening kan daarnaast gebruikt worden om complexiteit te beschrijven, zelfs als het niet zo heel duidelijk is of toeval daarin een belangrijke rol speelt. En hierin noemen we een systeem complex als het bestaat uit heel veel verschillende onderdelen die elkaar allemaal beïnvloeden. Vind je dit soort onderwerpen leuk? Kijk dan eens op de netwerkpages. Daar kan je allerlei voorbeelden vinden van hoe je kansrekening op een goede manier kan gebruiken om allerlei netwerkfenomenen te beschrijven. Denk hierin aan hoe een sappig nieuwtje zich verspreidt in een netwerk, hoe dat viral kan gaan. Of denk aan productiesystemen waarin machines op toevallige wijze kapot gaan en je toch de fabriek zo glad mogelijk wil laten draaien.